Welkom bij aflevering 23 van Heinige. Ja, ik ben naar die wedstrijd van Coët meteen in mijn nest gegaan. Baba. Ja, die Rits Meijer. Bij ons was het de lui dat die liep. En nou liep hij zijn eigen helemaal de rambam. Twee vogels, Manu en Sedolia, vlogen ons aan alle kanten voorbij. Die waren veel sneller en waren veel vroeger opgestaan dan wij. Jullie maken twee keer een duikvlucht in de diepte. En 2-0 is binnengewipt. Bij onze verdedigers waren volgens mij de vleugels aan de stert geknipt. Het leek wel of de hele ploeg last had van de vogelgriep. Veel kerners in die laatste minuten, maar het lukte niet. Ophokken tot vrijdagavond en dan in Zwolle loslaten. In een MAC3 stadion geven die blauwvingers maar 3 punten pesten. Grote gezeik, riep die rapper Manu voor de camera. Hij viel later als de dood. Geen gezeik, riep Bjorn Kuipers. Ik ben rapper en je kreeg rood. Massaoud en Groeneveld vielen wel lekker in. Jullie heten voortaan Pech Zwolle, want Ron Jan stopte mee. Hij is benieuwd wat er nu op zijn pad terecht komt. Ik denk grind of kinderkupjes. Tegels wordt te duur. Ron Jans had vroeger een Duitse herder. Hij is leraar Duits geworden, anders kon hij dat beest niet verstaan. Het beest had ook geen poten en had ook helemaal geen naam. Als je hem riep, kwam hij toch niet. Ron Jans heeft ook een boek geschreven, Ron Jans en de kinderen. Of is dat nou Jan, zijn broer? Ze hebben 2 vrouwelijke verzorgsters op de bank. Jenny Venema en clubarts Mineke Vechter. Is dat niks voor ons? 2 van die lekkere wieven. Liek me wel gaaf. Moeten ze wel in de rukske op het veld lopen. Wel uitkieken voor die spits. Quincy Menig. Doelpunt gemaakt. Scheidsrechter Jeroen Schampschot. 35 jaar. Uit Houten. Hij werkt bij de KNVB en geeft lezingen over voetbal. Is junior scheids. En hij fluit voornamelijk in een jubilair laag. Even vooraf. Gesloten trainingen. Wat moet ik ervan zeggen? Ik was van de week bij de sportschool, zat de deur op slot. We hingen een bordje, wij gaan buiten spelen, omdat het moet. Ik door het raam naar binnen kijken, deze de gordijnen dicht. Heb ik het abonnement opgezegd. Misschien kan ik wel bij Hiballa terecht. Ik voorspel 1-1. Ik denk dat we achterkomen met 1-0, maar op het einde kan het je 1-1. Yes! Houdoe en tot volgende keer.